hier een beetje op straat. Goedemorgen. Wij stonden hier vandaag op Ecopeide. Eigenlijk stonden hier omdat er nog altijd in België 2014 een loonkloof is van 21% tussen mannen en vrouwen in het voordeel van de man. Heb je al een idee hoe dat daar komt, wat de oorzaak van dat loonsverschil is? Ik denk dat vrouwen sowieso later echt zijn om hier werken dan mannen. Allee, ze zijn altijd gewoon eens van huis moeder te zijn. Ja. En ja, nu is dat totaal niet meer, maar ze werken gewoon met de man. Ze werken met kettingen thuis en met vrouwen en dus ik heb het daar nog altijd te maken. Het is een beetje een inhaalbeweging, ja. Die nog een beetje naar te maken. Ja, ook zo. Ja, misschien ook omdat uit de gewoonte vroeger de mannen misschien zwaarder werk deden dan de vrouwen. En dat er daar misschien die loonkloof dan ontstaan is, maar dat die nu een beetje terecht is. Dat is daar een beetje aan vasthouden. Ja. Dus ofwel historisch ofwel misschien de aard van het werk dat misschien is. Zeg, jullie zijn de studenten, hè? Ja. Als jullie afgestudeerd zijn, dan gaan jullie een job vinden. Denken jullie dat je tegen dan, ja, in uw geval, dat jij als man meer gaat verdienen als je vrouwelijke collega? Ik heb daar nog nooit echt zo bij stilgestaan, maar nu dat je mij vraagt, denk ik dat dat misschien wel zou kunnen. Ja. Ja. En wat denk jij? Ik hoop natuurlijk dat dat niet zo gaat zijn, maar ja, dat zou net, ja, het is, ja. Ik heb het niet zo goed. Ook als er kindjes zouden komen, bijvoorbeeld? Ja. 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 Gewoon. Ik weet niet, ik ben niet iemand die lang stil kan zitten. Maar ik moet echt wel een doel hebben en bezig zijn. Dus er kindjes komen van de mannen? Misschien zijn er al moeten spelen? Nee, gewoon alle twee. En ja, gewoon goede regelingen maken, maar niet, ik ga niet mijn passie of zo opgeven voor kinderen. Passie. Ja. Dat is mooi. Goed. Dat is eigenlijk alles wat ik wil te vragen. Dus heel hartelijk bedankt. Dank je. Nog één.